Yo! Nog twee dagen geleden was de situatie van de video van de vorige keer. En daar wil ik het nu over hebben, want er zijn veel mensen die vragen dat er en shit. Kijk, wat er is gebeurd is super kut. En die video die ik had gemaakt was ook de meest depressieve video dat ik ooit heb gemaakt op mijn kanaal. Daar is er geen twijfel over mogelijk. Als je alle video's van mij achter elkaar zou bekijken, is dat een van de enige video's waar je mij bijna ziet winnen. Zelfde video's die ik heb gemaakt van dingen waar ik me ook heel kut over voelde. Zoals de dag dat ik uit de squats ben gezet. Zoals dagen dat ik mijn slechte rapporten en zo ging erbij halen. Die video's waren heel klein een beetje veel overgedramatiseerd. En dat niet om jullie meer te laten klikken of meer likes of meer... Nee. Overgedramatiseerd omdat, ik weet het niet, ik wou op de een of andere manier dat ik niet de enige was die mij slecht ging voelen en dat ik jullie onrechtstreeks ook een beetje meenam met mijn problemen. En dat had ik dan een hele lange tijd niet gedaan en het waren altijd hele leuke video's waar ik heel fucking agressief was en veel schold en zo. Maar uiteindelijk was dat echt wel een video waar ik echt gewoon legit depressief was. En misschien ook een heel klein beetje uitvergroot heb, maar eigenlijk. En dat was de allereerste keer in een hele lange tijd dat ik die video gemaakt had. En ja, dat was de allereerste keer in een hele lange tijd dat ik nog eens zo'n depressieve, boze, kut video had gemaakt. Zoals elke avond lees ik de comments dan onder mijn video. En toen zag ik deze comment en toen dacht ik echt wel, fuck. Dat was niet mijn bedoeling. Het was niet mijn bedoeling om weer mensen mee te trekken in mijn problemen. Want vroeger was ik echt die guy, als ik problemen had en als ik mij schuldig voelde, of als ik gewoon echt een hele kut situatie had, dan was ik de persoon die me niet alleen wou voelen. En dan ging ik mensen meetrekken in mijn problemen, zodat andere mensen zich ook heel kut voelde om dezelfde reden als mij. En op de een of andere manier loste dat altijd mijn probleemsituatie op. En waarschijnlijk zijn er wel een paar mensen die dat volledig niet snappen en echt denken van, what the fuck? Oké, egoïst ben je dat als je zelf problemen hebt, dat je mensen mee wilt trekken in je problemen? Wel, die les had ik ook geleerd. En dat had ik ook door. Maar ik voelde me zo kut 2 dagen geleden dat ik niet anders kon. En ik wou er een video van maken omdat ik het op de een of andere manier wist dat het ging gebeuren en zo. En dat was echt niet mijn bedoeling. Het was zeker niet mijn bedoeling om jullie mee te trekken in mijn problemen. En ik voel me nu echt al veel beter. En in deze video wil ik jullie een beetje uitleggen hoe ik er volledig over ben gekomen, want het lijkt echt alsof dat een nutteloze kutsituatie is waar geen oplossing voor is. Alsof het een situatie is waar je jezelf steekt met een mes in je nek en je bent niet dood, maar er zijn geen dokters en het is gewoon een wonde in je nek en je moet gewoon wachten tot het zichzelf geneest en je kan er niks aan doen en het is gewoon volledig gefokt. Ik heb heel veel video's gezien over dit soort dingen en dat was de video van PewDiePie, dat was de video van Casey Neistat die een paar seconden geleden geüpload is. Op het moment dat ik van school gestuurd was en dat ik echt dacht van, yo, dit is fokt. Heel mijn leven is helemaal gefokt. Mijn ouders gaan echt super boos zijn. Iedereen die ik ken gaat echt heel veel dingen aan mij gooien van, je bent echt achterlijke mongool dat je van school bent gestuurd. Je bent net van school veranderd en je bent nu al van school gestuurd. En dat was inderdaad gewoon de situatie. Het was heel kut, het was niet zo chill. En als ik jonger was geweest, dan ging ik gewoon hetzelfde gedaan hebben als vroeger. Dan ging ik mensen meegetrokken hebben in mijn problemen. Dan ging ik mij minder kut voelen. Omdat ik mijn pijn deelde met anderen en dan had ik zelf minder om te keren. En dat heb ik deze keer niet gedaan. Ik heb iets volledig anders geprobeerd en uiteindelijk lukt het altijd wel. Ik wil jullie nu geen domme formule geven om je goed te voelen. Ik wil jullie geen lesjes spellen wat je moet doen om je goed te voelen. Soms is het goed om je super kut te voelen en soms is het leukste wat er is huilen. Grootste tip ooit, huil. Huil als je zin hebt om te huilen, maar blijf er niet in hangen. Ik had eergisteren superveel zin om gewoon op mijn bed te gaan zitten, om in een hoekje te gaan zitten en om daar te blijven zitten voor de rest van mijn leven. Om heel depressief te worden, om te beginnen huilen, om allemaal dingen te doen en gewoon te blijven hangen in mijn kut situatie. Dat heb ik niet gedaan. Ik ben teruggegaan naar dingen die mij vroeger of gewoon in de laatste maanden of heel lang geleden gelukkig hebben gemaakt. Ik heb dingen gezocht waar ik dus vroeger heel veel plezier uit heb gehaald en ben daar gewoon weer terug naar beginnen kijken. Ik bedoel, ik heb Black Ops 2 gespeeld, om maar een voorbeeldje te geven, omdat ik superveel tijd in dat spel heb gestoken en ik vond het vroeger echt een superleuk spel. En ik ben gewoon terug een beetje in die flow gevallen van plezier van vroeger en dat heeft alles een beetje recht getrokken. En op de een of andere manier voel ik me nu al veel beter door al die kleine dingen die ik heb gedaan. Ik bedoel, ik ben kleine doosjes cornflakes gaan kopen in de winkel, omdat ik vond het altijd leuk om die shit te eten vroeger. En dat heeft mij ook een heel klein beetje geholpen. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb gewoon mijn kamer opgeruimd. Hoe heb ik dat ooit gedaan? Dat is wel iets goed. Dat is wel iets goed dat ik eens heb opgeruimd. En ik heb heel veel dingen teruggevonden, dus... Ik heb de krant gelezen en ik zag op de voorkant van die krant gewoon een foto van een man die een kip knuffelt. Blijf nooit bij dingen zitten. Als je je heel kut voelt, moet je daar echt niet in blijven verdiepen en blijven bij die problemen. Want soms is er gewoon echt geen oplossing en soms is het gewoon echt heel, heel, heel kut. Als ik was blijven hangen en echt blijven zitten in het moment van fok, ik ben van school gestuurd, ik heb niks meer, dan ging het echt niet goed komen. Dan ging ik waarschijnlijk echt niet depressief worden, maar gewoon wel in een dipje vallen en heel kut met YouTube en niet meer weten wat ik moet doen. En ik ben er gewoon een beetje doorgekomen. En ik wil jullie niet meetrekken in mijn probleem, dus nu vertel ik jullie gewoon hoe ik er
over ben gekomen. En ik weet zeker dat er nu mensen naar deze video aan het kijken zijn die je ook heel kut voelen. Net ook iets kut hebben meegemaakt. Of die lang geleden iets kut hebben meegemaakt en daar nog altijd niet over zijn. Ik kan jullie alleen maar motiveren om terug plezier te vinden in je leven. Het is veel te mooi om je kut te voelen met dingen. Het is veel te mooi om je heel slecht te voelen en tijd te verspillen aan die kutte situatie. In mijn hoofd is een kutte situatie je slechte vriend. Iemand die in je leven komt en je volledig op het verkeerde pad brengt en eigenlijk je tijd volledig aan het verspillen is met allemaal dingen die je niet nodig hebt. Allemaal slechte dingen, maar je doet dan allemaal slechte dingen gaat doen en je een heel ander milieu brengt van dingen die je normaal nooit zou doen. Ik stap daarvan af. Verwijder die dude van Facebook. Stop met omgaan met die guy. Want die situatie, die slechte vriend, die is niks anders aan het doen dan kostbare tijd aan het verspillen wat je voor betere dingen zou kunnen gebeuren. Zoek in je lichaam naar dat ene laagje geluk die je nog hebt en probeer dat gewoon beter te brengen. Probeer dat weer naar boven te brengen. En ik meen het, ik voel mij nu zoveel beter. Kauw, ben ik nog altijd van school gestuurd en zijn die kutte dingen er nog altijd. Ik heb nog altijd geen nieuwe telefoon. Ik ben nog altijd half in elkaar geslaan op straat. Als ik over straat loop en ik zie die mensen, gaan ze nog altijd lachen met mij. Maar er zijn gewoon zoveel dingen die ik heb gezien die wel heel goed zijn aan mijn leven, waardoor ik mij nu een beetje beter voel. Want het punt is, als je in een kutte situatie zit, zie je ineens niet meer wat er wel nog goed is in je leven. Je ziet alleen nog maar de slechte dingen. En dat is het moeilijke. Het moeilijke is gewoon om die goede dingen terug te zien. Want die zijn er wel. Die zijn er altijd. Waarschijnlijk zijn die goede dingen amper zoveel als die slechte dingen. En je moet je er gewoon op focussen en er echt volledig voor gaan om je weer beter te voelen. Ik voel mij nu zelf een beetje beter dat ik deze video maak, want anders blijven jullie ook met dezelfde vragen zitten. Wat ga ik nu doen? Ik weet het zelf ook nog niet zo goed. Er zijn meerdere oplossingen. Eén daarvan is dat ik nu even in 5 maanden echt de nerd opzoek in mijn hoofd. En echt even 2 jaar ASO knal in 5 maanden. En gewoon mijn diploma nog half voor de zomer. En dat kan ik doen door midjury of zo. Maar dat is ook maar 1 oplossing die er is. Er zijn nog allemaal andere oplossingen. Ik heb ook heel veel steun gehaald uit mijn mama, die mij ook redelijk veel heeft gesteund. Maar er allemaal is gebeurd. En daar ben ik haar enorm dankbaar voor. Super lieve berichtjes gekregen van mensen op Twitter en zo. Waar ik jullie ook super dankbaar voor ben. En ik heb ook heel veel berichten gekregen van mensen die mij begonnen uit te schelden. En die zeiden: yo, je bent echt een domme kiesmol. Ik van school ben gestuurd en je bent echt achterlijk. Je verdient het niet om zo'n bekende YouTuber te zijn, maar je hebt amper voorbeeldfunctie. Je wordt van school gestuurd en je maakt er een video van en je lacht er zelf in. Op dat moment dacht ik echt, de personen die dat sturen, voelen zich waarschijnlijk zo kut omdat er iets kut is gebeurd in hun leven, dat ze mij gewoon nog slechter willen laten voelen door nog meer shit om mij te gooien. En gewoon door daaraan te denken, voelde ik mij al beter. Gewoon door daaraan te denken, moest ik al een beetje lachen en dan dacht ik, haha, misschien voelen ze je nog kutter dan mij. En dan willen ze mij nog slechter laten voelen. Well, it didn't work at all. Als ik s'avonds ga slapen, dan denk ik nog altijd over veel te veel na en dan voel ik me nog altijd kut. Maar de volgende ochtend word ik wakker en dan ben ik blij dat ik wakker geworden ben en dat ik niet gestorven ben in mijn slaap. Dus het is kut waar is gebeurd, maar ik ga niet bij de pakken blijven zitten en ik ga gewoon verder strijden op YouTube en in mijn leven. En hopen dat ik zo snel mogelijk een nieuwe telefoon kan kopen. Niet dat dat belangrijk is, maar oké. Ik hoop dat jullie de video een beetje leuk vonden. Ik hoop dat jullie de man die knuffelt met de kip ook een beetje leuk vonden. Want ik vind het echt geweldig. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Ik ben Acid en dikke shout-out naar jullie. Jullie hebben mij ook geholpen. Jullie waren ook echt een heel groot deel van mijn steun toen ik het echt nodig had. Dus, ja, doei. Tot de volgende keer, morgen of vandaag nog. Ik zie wel. Joejoe. En er gaan waarschijnlijk mensen zijn die zeggen dat ik deze video gewoon heb gemaakt omdat ik het nog een beetje wil stretchen en omdat ik nog meer shit wil delen met jullie over mijn oh zo kutte leven. Dat is het zeker niet. Dat is het zeker niet. Ik heb deze video echt puur en puur gemaakt omdat ik mij een heel klein beetje schuldig voelde dat ik zo'n depressieve video had gemaakt. En dat was zeker niet wat ik bedoelde. Dus, dames en heren, bedankt, bedankt, bedankt. Ik hou van jullie. Ik hou echt super veel van jullie. Zeg altijd tegen mensen waarvan je houdt dat je van hun houdt. Je kan niet genoeg zeggen tegen iemand als je echt van hun houdt dat je van hun houdt. Oké.